Hallo allemaal en welkom bij Tech is te gek. We gaan weer plaatjes openen. In de vorige aflevering heb je gezien... Heb je gezien dat ik een plaatje scheurde? Dus ik hoop dat ik die nu wel dubbel heb. We merken het wel. We gaan gewoon beginnen. Ik ga heel even... je hoort wat rommel en lawaai. Maar dat komt omdat er hier heel veel spullen lagen. Die hebben we al. Slimme bouwsels, zelf een brug bouwen. Maak van 8 A4'tjes een zo lang mogelijke brug waar een speelgoedautootje op kan staan. Oké, nou dat kan. Die hebben we al en die hebben we ook al. Volgende. Zo. Die hebben we al. Let op. Jouw eigen hersenen wekken ook elektrische energie op om signalen door je lichaam te versturen. Zoveel zelfs dat je er in theorie een paar LED-lampjes op zou kunnen laten branden. Ja, en een heftig. Scheuren repareren hebben we al. Exoskelet hebben we al. Zo. En volgende. Hij blijft plakken. Zo. Boarding, please. Die weet ik niet. Kunnen we misschien hebben? 12 seconden. Zo lang vloog in 1903 het allereerste motorvliegtuig van de gebroeders Wright. Slechts 37 meter verder landde het alweer. Dit was de eerste stap naar de hele wereld overvliegen. Bijzonder, hè? Powerhouse. Sommige huizen wekken energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als ze meer energie opwekken dan ze gebruiken, kunnen ze die energie delen met anderen. Summertime, oké. En blind lezen. Met 6 voelbare puntjes kunnen alle letters en cijfers en leestekens door blinden gelezen worden. Nou, Louis Braille bedacht, die hebben we ook al. Daar zit in ieder geval wel iets nieuws tussen. Zo. En dan gaan we weer verder. Die hebben we al. Kunstgras hebben we al. Slow motion. In slow motion kun je dingen zien die je normaal niet ziet. Zet de camera van je smartphone maar eens op slow motion en film hoe een sinaasappel in het water valt. Nou ja, dat kan. Niet alle smartphones hebben natuurlijk slow motion. Alle bouwstenen. Alles is gemaakt van bouwstenen. Die hebben we volgens mij ook al. Wrijf en ruik. Oh, wacht even. Oeh, dat ruikt. Ja, deze hebben we al. Dit is... dat is die ene die onwijs lekker ruikt. Dat wist ik nog. Laatste pakje. Zo. Voetbalrobot. Windmolens. In Nederland zijn we slim bezig. Met de wind laten we onze windmolens draaien en zo wekken we energie op. Dat noemen we windenergie. Daardoor krijgen duizenden huizen elektriciteit. Misschien dubbel. Gevaarlijk licht. Eind 19e eeuw kwam het eerste elektrische licht in een hotel in Amsterdam. In de kamer stond uitgelegd hoe het licht werkte en dat het ongevaarlijk was. Toch vond iedereen het best spannend. Even kijken, kan ik hem zo dichtbij houden? Deze kamer is uitgerust met Edison elektrisch licht. Probeer niet dit licht met een lucifer aan te steken, alleen het zwarte knopje bij de deur omdraaien. Even kijken hoor. Ik ga even dit kaartje bij mij brengen. Want dan kan ik misschien lezen wat eronder staat en niet onder de camera houden. Moment. Voor gebruik van één... Nee, ik kan dat niet lezen. Ik kan niet... Voor gebruik van elektriciteit voor is een... Ik weet het niet hoor. Nee, nou... Ik kan dat niet lezen. Tornadojacht. Die hebben we ook al. We gaan weer plakken. Laten we eens gaan kijken. Helemaal naar achter 156. Die hebben we nog niet. Dat is mooi. Zo, wat voorzichtiger losmaken. Nummer 87. Hebben we die al?
87 hebben we al, dat was die 58. Gevaarlijk licht hebben we nog niet. Zo. 53. Slow motion. De rest hebben we al. 159 hebben we al. 89. Zo. 129, de vliegende broers. Nou, gaat goed. Het gaat goed, maar de sticker wil niet los. We krijgen steeds meer plaatjes. Het boek raakt steeds voller en voller. Nummer 30, die hebben we misschien nog niet. De letjes. Zo. Die hebben we net al gehad. Die hebben we ook gehad. En die hebben we denk ik wel. 142, ik weet het bijna zeker. Maar ja, laten we maar voor de zekerheid checken. Ja, kijk, 142. En dan is er nog 112. De brug bouwen. Die hebben we misschien wel al. Nee, kijk, ik dacht, ik was in de war met die. Dus deze hebben we nog niet. Mooi. Oké. Dat waren ze weer voor vandaag. Dank je weer voor het afkijken van deze video. En tot de volgende keer. Geef ze een like, abonneer. En tot ziens. Doei doei.